entering a safe area. Athene is Alex. En Wilco dan? Ja, en Manuel, Athene is nog een Alex. Hey, gotta see it to believe it. All sales are final. Stay frosty out there. You just window shot him. Keep your head on straight,
We'll see you later. Want to see what I've got here? Okay, I want to raise a glass right here. You know I'm not the sentimental type. I don't cry at long-distance phone commercials like some people around here. But the last couple of weeks, working with you people has really cracked the chains around my hard little heart. No. To see you all working so hard to bring this city back to life, well, it could make a grown man cry. Hey, we do now. Watch moet je hem wel een beetje bij elkaar houden. Om te beginnen. You saved a lot of people from getting burned alive. Catch you later. You're doing good work. Relax. Well, now is the moment. Best gear in the city. Check it out. Your attention, please. For your protection, we will be continuing decontamination procedures for the foreseeable future. Again, this is for your protection. A new agent is joining your team. Talking to you guys all day. I mean, you know, don't get me wrong. You're great to talk to someone, but I have to do other things like look for food and try to survive.
everything they can. Loadouts. Come take a look. Wilco, ben je leeg? Teun, ben je leeg? Ben je getapt allebei? Safe area. Wij, hier kunnen wij in feite nou gewoon, hier kunnen wij sowieso de tijd over doen. Totdat we de loot hebben. En dan is het een gas. Ja, dan wil je zeggen dat er iemand bij is. Dat weet ik niet meer. Jawel. Daar is hij al. Dat is een van de strijkers die ik overeind moest houden. Die kan wel de raak-tek ook uitdelen hoor. Nee, hier kunnen we gewoon even rustig de tijd over doen. En daarna. Ja, maar hier kunnen we gewoon tijd over doen. Tot we die G-credits op je af hebben. Daarna is bij. Ja. Ja. Alleen. Dat is een Hollander. Ja, maar die zit nog niet in de party. Ja, jij mag het ook zeggen hoe je het uit mag spreken. Ik ben er ook nog niet aan uit. Ja. We houden het gewoon op. Ja. Die is daar. Ja, die is geen fight. Let's roll. Ja.
Even wachten, want dat gaat ook denk ik niet goed. Yo, naar achter lopen! Warning. Agent on your team is down. Requires assistance. De snipers en de kerk die zijn dadelijk ook laatst posten. Of in de Kennemade en de subway. Runners, terug. Laat nog één wave van runners, hè? En dadelijk blijven we gewoon bij dat kiosk zitten, hè, wat we altijd doen, hè? Gaat neer, Wilco. Warning. Agent on your team is down. Requires assistance. Maakt niet uit, dit heeft geen nut, maar hij is unconscious. Hier zit ergens ook eentje hoor, hier. Even opletten wil, want daar komen de runners. Nog een keer. Opletten daar ook voor de runners. Oh
Oh nee, hij komt ineens de kamer in, Nice, nice, nice. Turn off the power. We kunnen door. Let op voor de snipers. Normaal en precies beginnen zijn ook hier mee te moeien. Ik vind de huis. Zo. Ik heb een sniper bij, maar geen character die DPS is. Maar ik denk dat dat het laatste is waar jij... Ik heb de heal bij. Ik weet nou niet wat... Precies, daar hebben we geen last meer van. Een beetje hier in de buurt blijven, hè? Want de runners komen nu. Runners! Jullie zijn alweer veel te ver weg. Alweer. Die zit in jouw rug te porren, hè, Wilco? En ik overleef dit niet. Er komen daar nog meer runners, hè? Niet te ver, want daar komen weer een LMG's. Runners! We hebben nog 1, 2, 3 granatenwerpers plus een sniper aan de rechterkant. Nou doortrekken naar de steiger, want daar zit de sniper in en dan komen zomers, nou zijn ook de LMG's er.
Aggro, iemand moet ze aggroen van de achterkant van de truck. Hier loopt door het midden. Die is neer. Tell it. Rushers, hè? Ik heb het. Ik moet doorlopen. Niet te hard, hè? Alles kapot maken, hè? Want dan word ik dadelijk genaaid door jullie, even grof gezegd. Component zit erin. De heavy, ja. En LMG. Aan de rechtskant word daar ook gefopt door de grenadiers. En ik word ook in mijn ARI genomen. Hou voor teun. Thank you.
Ik heb al een paar goede voltreffers gehad. Nou, Ken heb geen voltreffers meer omdat hij zijn eigen weg draait. Terug, want daar komen de runners. Dat is daar secure the area of defend area. Defend was het. Dan komen eerst de snipers. Ja, maar in die wave van de snipers zitten daar ook wel runners, hè? Dus dan moet je automatisch eraf springen. Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik nog steeds niet aan uit. Volgens mij... Yo. Yo. Oh, 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 oh. Rennen, 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 rennen. Ai, 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 ai. Ook Grenadiers en Destructeurs. Ja, dan moet je opletten met die Destructeurs, hè. Het is niet mijn kist, hè? Een agent op je team requires aid immediately. Of links getrekt is deur, hè? Dadelijk komen hier uit deze hoek de snipers. Maar in die wave zitten ook runners. Nou kan je dat pas... Oh, de snipers komen, snipers, snipers. Ja, die zijn er al. En rushers! Deze... Lifeman op rechts, of bij de checkpoint van Dark Zone. Twee zelfs. Dus welkom mee bezig.
Let op, hè, die snipers die gaan jou foppen dadelijk. Even mijn kistje. Ja, maar dadelijk in de volgende week zitten weer renners, hè, dus let maar op. Er zijn al seekers weg. Runners, terug. Ik ga wel verder terug. Beetje. Want er zitten ook destructeurs tussen, let maar op. Er zitten ook achter ons, hè? Denk ik. Oh nee, zij komt weer. Ze zijn naar links vertrokken, ja. Ja, een destructeur. Wilke, jij moet eigenlijk een beetje op die destructeur focussen, want die kan met stickies schieten en dan... Die kan ons gewoon molestreren in één schot, als we niet opletten. Hierna is Wilbert, hè? Hier. Als je die stacks niet had, was je er geweest. Destructeur minder. En hier staat voor mij. Nou achter de visuaren. Voor mij. En die is gaan liggen. Nog één healer en een destructeur. Die is naar achteren getrokken helemaal. Omdat ik ook de healer ben. Die is een soort op soort. Sticky. Nou komt als alles goed Sergeant Wilbert.
detected. Al de NPC's eromheen mollen en daarna de neemtbaas dus. Oh, je mag hem wel mollen, maar niet eroverheen lopen. Of er per ongeluk eroverheen lopen. Dan moet je, moet je 30 meter omheen lopen. Ik heb een klap voor zijn bakjes gekregen. Anders bij die checkpoint in dekking zitten, waar Teun nou zit. En een leuk feitje wat jij nog niet weet, Teun, hè? En Wilco. Nou zijn we nog in een missie, hè? Je kan nou door die checkpoint munitie bijtappen en medkits. En dan gaat nou even niet verloren van de missie. Nou kan het nog voor de mensen die medkits moeten hebben. Teun, hij komt eraan. Hier zijn nog NPC's, paarse. En bij die Alfredo of niet meer? Nee. Warning. An agent on your team requires aid immediately. Waar ligt hij daar bij die? Ligt hij daar?
Mission completed. Vlucht die loot pakken van die Alfredo en dan meteen naar de basis ga ik. En dan zou ik meteen de moeilijkste aan. Ja. En de dichtstbijzijnde punt. En nou is de heal begonnen. Giza zijn er twee, hè? Vier, hè? Hou er rekening mee. Of Gila, of je moet uitspreken. Waar zit hij, waar zit hij, waar zit hij, waar zit hij? Waar zit die motherfucker? Denk je dat ik hem zie? Ja man. Oh, nou zie ik hem. Ja. Ja. Nou zie ik hem pas. Goed. Ik heb geen icoontje gezien. Ik had geen icoontje gezien. We hebben nog 58 minuten en 40 seconden. Oh shit, ik moet daar wel mijn assault rifle switchen, maar... Hier naar beneden. Ja, dit is meteen de moeilijkste. Approaching marked location. Even mijn assault rifle switchen. Ga maar vast aanvallen. Ja, groot. Dus hier tussen deze bussen staan, dan is eigenlijk meer als zat eigenlijk. Er zijn ook veel NPC's boven. Komen van zijkanten, de zijdeur. Ai ai. Als je iemand down ziet gaat, bijvoorbeeld mij of iemand of Teun of Hulko. Ja, bij jou. Ja, we komen. Mede super gebruiken als iemand neergaat. Zonder na te denken. Rechts, kom van rechts, rechts, rechts.
Boven ons komen ze vandaan. Ze komen van boven, Teun, hou er rekening mee. Wij maken ze even hier af, Wilco. Super, Wilco. Shit, mijn kist haalt het niet. Wilco, kist. Kist. Wat is deze ook nog even terug? Runner zit erbij. Baas, bij ons, bij mij en Wilco. Gila is bijna dood. Gila is dood. Loot pakken meteen, want we gaan mee door. Ik ben weg. Minuten en 10 seconden. Dit is nou even nog even sneller dan Lexington. Readings indicate this area is safe. Als we nog 1 of 2 rondjes Lexington erbij kunnen pakken, dan doen we dat meteen. Target acquired. Panther team is... Last call. Ja, daar kan nog resupplyen vlug. Dit is in die refugee camp. In dat kleine opvangskampje. In Grey Mercy. Bij Lexington. Zo, munitie en mijn medkits weer vol en let's roll. Ach, de trap is heel smal. Warning, you are now leaving the safe area. Ik ga even totdat de grootste hoop is opgeruimd, blijf ik even in die fontein zitten waar ik altijd doe, Wilco. Marked location. Warning. Hostile detected nearby. Zijn compleet, 1, 2, 3, ja. We komen nou weer van rechtdoor. Vanaf de gate.
Miran en die Marinda, of hoe ik mag uitspreken, maken al een onttrekkend bewegen. Het is een vrouwelijke stem, lijkt wel. Nee, toen ik een paar keer zo met hem gespeeld heb, ik heb misschien dat ze met die, ik weet niet, de vriend, de broer of wat ook is, even aan het communiceren zijn. Of aan ons aan het studeren zijn. Maar ze weet goed wat ze moet doen. Het wordt alleen maar makkelijker vanaf nu. Maak een omtrekkende beweging naar links. Want waarschijnlijk blijven ze weer uit de huis. Dit blijft ze denk ik doen totdat de basis nou. Hup, aanvallen, push. Opruimen die handel. Gewoon pakken, want de tijd is toch al aan het lopen. Alles opruimen. LMG. Ik ben alweer weg. Minuten en 46 seconden. Nog op de klok. Papa squad gaan we nou doen. Drakennest. Wolfson. Hey, ik zie hem nog niet. Nee, hij ligt voor... hier ligt hij. Oh ja, ding is gelijk de last call. Yeah. Die is op het dak, nou weet ik het weer. Het is alweer even geleden dat ik deze gedaan heb. Die is op het dak. Touwtje omhoog en mee links. In plaats van rechts, wat Wilco altijd doet. Boom. Want vanaf die kant waar wij normaal dus makkelijk met pushen. En
Glaxton zou je, want we hebben met z'n drieën gedaan, wij zouden het in feite in 8 minuten en 45 seconden kunnen doen. Dus gemiddeld 9 minuten. Approaching marked location. Let's go, go, go. Hostile detected nearby. Nou komt de kanon eraan. Toen de kanon hier. Achter ons. Ja, kom eraan, kom eraan, kom eraan, kom eraan. Traangas. Waarschijnlijk nou van het dak, waarschijnlijk. Yo, van het dak, hoge gedeelte. Jullie gaan naar boven, mooi. Baas, uit jullie kant, uit jullie kant. Ja, een stukje uitzoomen dan weer. Even kijken of nog de klok. 40 minuten en 40 seconden. Bijna halfway there met de weeklies. Dit is de laatste zware. November squad zit in. Oh, die zit weer op die lange. Die zit in de kelder, Camp Houston. Is 400 meter lopen. Je kan daar ook op mij reizen als je wilt. Dan moet je daar nog een keer eventueel op mij reizen, eventueel. Of ben jij nog daar op die andere locatie?
Ja, doe me daar op mijn reis, want ik heb een survival link gebruikt en ik ben even een sprintje aan het trekken. Ja, daarom had mij laten rennen, dan konden jullie reizen. Ik ben er nog niet. Doorlopen. Omdat ik bij Wilco of bij Teun hoor ik het vechtnummertje. Location. Let's go and fuck up some goddamn GTF. Warning. Hostile detected nearby. Doing a canoe. Oh, achter runner. Daar komen ze achter jou, hè, Wilco. Ik zei het nog, ze komen dadelijk. Ja, nee, ik krijg nog. Die granatenknokkel en optater. Ze komen weer van boven en onder en achter jullie. Oei, oei, ik ga watts krijgen. Ik heb geen medkits. Dankjewel, Teun. Waar is die andere? Onder en boven bij mij. Brenda heeft mij gered. Denk aan je leven. Shit. Alert. Additional hostiles inbound. Denk weer onder en boven bij ons. Yo. Zit ook runners bij, hè?
Hostiles incoming. Secured area. Neemt basis bij ons. Eentje. Ja. Hij is naar beneden om meteen. Wat? Ik ben al weg, ik ben al weg. 33 minuten en 35 seconden. Hey agent, got something serious for you. Nou zijn de mensen moeilijke. Go get him. Het is een healer. Nee, gewoon Napalm Production site. Ja, dan moet je ergens onder halverwege. Laat Teun even munitie kappen. Laat munitie tappen. Wij gaan met z'n drieën. Maar als jij daar uit het missiegebied gaat en wij clearen hem, dan heb je de punten niet meer. Deze niet meer, want er zijn paarse. Als je nog crit chance en crit hit damage en al die rotzooi hebt. Dan is het een kwestie van omsmelten, die handel. Achter ons. We komen van rechts en links. En misschien af en toe een keer een steegje. Linkskant, linkskant. Weer dezelfde hoek, denk ik. Nee, steegje dan. Oh, ze zijn al geel, hiernaast de baas. Zelf de steeg. Of de links, links achter. Napalm. Nee, hier bij ons. Of niet? Ja. Teun, 3, 2, 1.
Ja, er stond een andere player. Readings indicate this area is safe. Nog 3 te gaan. Dus de tweede makkelijkste. Daarna nog 2. Even kijken, waar zit die? Die zit weer bij The Last Call. Die kunnen ze opgeruimd hebben. Dit is een plek waar je kan tappen. Dit is een plek om te tappen. Last Call. Wilco, ik ben al weg. Ik weet niet hoe ver je bent. Warning. Hostiles detected nearby. Vanaf de container. Activiteit. Huis, huis. Weer van het huis. Nou moet je 1 keer zeggen enemy boss detected, dan is zo afgelopen. Bij mij zijn heel veel NPC's. Huis, huis, huis. Vanaf de container, Ja, voor mij is het nou een beetje opletten waar ik op klik, want dan ga ik meteen naar een andere club. Want er zijn zoveel vriendjes in de terminal.
Ja, ik kan er niks aan doen omdat er zoveel vriendjes erop staan. Ik probeer zo snel mogelijk naar de terminal te gaan. Phone is geselecteerd. Madison Field Hospital. De ene laatste. Als we mee zitten, kunnen we nog één Lexington erachteraan pompen. Want het moet wel veel snel zijn. Daarom probeer ik zoveel mogelijk tackling te gebruiken. In feite hebben we nu al een redelijke basis opgebouwd door de Times Square Relay als eerste te doen. Jullie zijn allemaal kort bij mij. Ik heb al een timer gezet, Teun, op een uur. Als hij afgaat, dan is de uur voor farmen voorbij. Dus als je herrie aan mij komt hoort voor de timer, dan weet je waar het voor is. Ja, toch cleaners. Oh, riders, sorry. Dit is Teun al aan het opruimen. Waarschijnlijk uit deze hoek, bij mij. Of niet? Of aan jullie hoek? Jullie hoek. Heel op de grond. Ja, zelfde hoekje. Timmerzaken weer. Dark tackling in je face, jongen. Teun, als de baas rond is, het zijn tackling, hè? Jullie kant, achter jou. Tackling! Jullie lopen de baas voorbij. Kut, kan niet reizen. Opruimen die handel. Nee. Nou wel. Ik ben onweg. Ja, misschien als we geluk hebben twee keer Lexton en anders één keer Lexton en een paar named bosses. You are
entering a safe area. Als deze push niet ons in de lead in tier 3 zet, dan weet ik het ook niet meer. Dit is een heavy, duidelijk. Die moet nemen. Oh ja. Crypt, dit is daar in de tentenkampje van de militairen. Ja. Hier kan je even weer tappen als het moet. Wie is er al in de buurt? Welke of teun? Marin daar ook. Die is in de buurt. Lekker daar. Aan de zijkanten van jullie. Hier aan de gebouwkant. Rechts, heavies. Als de baas komt, gaan we op hem jagen. De gebouwkant, achter jouw teun. Ben je in de buurt? Stash full. Bij Miranda. Rinder, wil je maar eens uitspreken. Nee. We hebben hem nou. Lex.
Challenging strike. Ik kan alleen niet fast travelen, omdat we in combat zitten. En hier ook. Hij staat aan, dus mensen, we kunnen die gas geven. 13 minuten en 40 seconden. Dat is sowieso goed voor één run. En daarna kunnen we een paar namebosses doen. Alles onderuit emmer halen. De eerste nameboss is Bullet King. Dat is Anthem's Hope. De tweede gaan we naar Ammon's Apartment. This is about taking the Rikers out at the knees. There's no one who can replace Luray Barrett. She's the one who organized the escape to Manhattan. Kiss in midden. Miranda die volgt mij, die maakt daar een rechtsomtrekkende beweging. Dat kan ik jullie nu al vertellen, omdat wij deze helemaal kapot hebben gekruind. Dan kunnen jullie eventueel over links gaan dadelijk, op het dak. Die Miranda die volgt mij over rechts. Dan kunnen we ook een turn over links. Dat kan ik op links zeggen, want die volgt mij altijd. Ik ga rechtdoor. Ik zet mijn koffer daar weer bij die dubbele deur neer, waar daar die twee deze respawn punten zijn. Deur. Ze zijn al gespand. Het gaat lekker. Heel lekker zelfs. Bij mij. Jullie, duizenden trappenhuizen omhoog. Ik ben bij de hostage. Scanning. Hostage secure. Readings indicate an echo nearby. Laat hem tappen. Want dat moet wel, want als jullie daar over links gaan, hebben jullie even geen koffer. Hé, hey, dit hebben we in 2 minuten gedaan. Dan zijn we al op het dak. Nee, gemiddeld 8 minuten. Agent, the hostage is being held on the roof. You need to clear it out. Ja, je hebt nou 3 strikers, hè? Als ik vind van dat ik Lexton niet nog een keer moet, dat doe ik dan niet. Dan ga ik liever in één boss, dus die zijn 150 per stuk. Ik kan naar de hostage. Negative, Ramos. We've got this.
Find a secure position and hunker down. And that's an order, Sergeant. Lau here. I just heard about Ramos, Captain. Glad we reached him in time. Thanks for that. My people are getting into position to breach the hull. Agent, you're gonna wanna unlock the maintenance access. The building blueprints show a security control room down in the basement. Oh, ze wil heel graag door blijven lopen na het eten met ons. Ik ga zo even een bericht. Ja, maar die loopt samen met Caddy. Ik weet niet wat het is. Een broer, zijn vriend of wat ook is. Ik weet niet. Maar die Caddy is meer echt een aanvallende striker. En zij is een beetje... Hij of een zij. Die neigt er ook wel op zich op, maar die heeft meer skill power build talents op de wapen zitten. Dat hij toch nog hard kan dragen. Achterdeur. Ik ben bij de laptop geweest, jongens, hè? De deur gaat zo open. Deur open. Ik. Rechts als ik niet. Ja, die had ik niet dood kunnen hebben, omdat ik was alsof ik dood en hij nog leven. Ja, jij gaat zo even liggen, Barrett. En de halen we denk ik. Nee, ik denk dat het beter is om daar nog vlug neem, bosses. Want we zitten nu op de helft van de tijd wat ik net zei. En hem dadelijk, hè? Warning. Incoming hostiles detected. Die is bij Times Square Relay. I'm impressed, agent. Tokens oprapen en mee door. En hem? Ach, kan niet. Kak. Eruit lopen. I don't think we're quite done with them yet, but at least now we can get the JTF folks back on the job. Oh yeah. I need my people alive and out there fighting the good fight. God knows we can't afford to lose any more personnel. I owe you, Agent. Hell of a job. Nee, daar halen we niet meer dan 5 minuten ongeveer. Ik ben al weg naar Anthem. Vlug volgen. Anthem, Parker. Ja. Van daaruit gaan we naar Ammon's apartment. Het is een beetje links in het midden. Oei, Teun zei kut. Wat is er aan de hand? Kook, kook. Wacht, Marinda. Wacht even. Ze is nog in menu.
ik weet niet. Ja, ik draai de nek al om van Bullet King, man. Ik denk dat haar rugzak te vol zit. Kan niet, ik moet eerst alles opruimen. Even hier staan dat ze weten dat hier Bullet King is. Ja. Drie minuten. Ongeveer. Vijf straf op mij. Eén. Even wachten. Teun. En... ja. Yo, let's go. Hier beneden, eerst. 2,5 minuut op de teller. Rechts de city, hij gaat weg. Hij gaat rechts, hij gaat... Volgende, laatste Wilco, terug omhoog. Ja, de kruispunt recht overeind recht doorsteken en dan bij de voetbalveldje of basketbalveldje. Die zijn toch 150 per stuk, hè? Als we het nog vier om kunnen leggen. Daar krijg door, dikke dik. Focus fire tackling. Hij is aan. Hier alles opruimen. Anders kunnen we niet reizen. Achter ons, dit doet Marinda. Leider. Die twee zijn ook neer. Kunnen we nou nog reizen? Ik denk het niet. Maar de voorste kunnen reizen. Nee, Skirman Station. Maar we kunnen niet reizen. Trouwens, Kerms Station doen we niet. Als we niet kunnen. Ja, dat wou ik net zeggen. We kunnen niet reizen. Ik wil daar een refugee camp. Er zijn twee vlak bij elkaar. Kunnen we een refugee? Nee, halen we niet meer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Maar efficiënter als ik konden wij niet te werk gaan. Anders moeten we echt voor zo goed worden dat wij net als Marco Stal in
8 minuten of zo, of een 6 minuten, of een 5 minuten Clear Skies kunnen runnen. Daar zit hun ook zo van. Je weet wel wat. Ja. En die heeft nog een tweede als ze moeten. Als een van jullie uit zou vallen. En dan de laatste is hier de hek over, ventweggetje. Of de achter, ja, de achterstraatje. Gewoon over de lichaam lopen voor zijn G. Nee, want zij heeft al een berichtje gestuurd 10 minuten geleden van ik wil even een pauze nemen. Even een bericht terugsturen. Hey, weet hoe de tellerste? 98-40. En ik had 100. Jawohl. Dus ik ben erg benieuwd wat die uitslag is morgen. Ik ben al erg benieuwd morgen. Nou ja. Ik heb ook de juiste personen gekozen. Clear Skies. Omdat ik niet kon reizen. Ik ben erg benieuwd naar onze uitslag morgen. Dus morgen, als ik wakker word, meteen een ding aan kijken naar de uitslag. Of ik moet wakker blijven tot 2 uur s'nachts. Ja, sowieso 3. Ik ben 5:50. Ik had het.